boksering, want hier gaat het gebeuren. Ik moet even een hartig woordje met jullie spreken. Want ik vond het vorige bandje wat hier stond echt heel tof. Waldorf, mag ik nog even een applaus voor ze? Ja. Ja. En ik had ze dolgraag willen aankondigen. Maar weet je wat er gebeurde? Even zonder dolle. Geen geintje. Ik heb 3 kinderen naar hun moeder teruggebracht. En dat geeft verder niet, dat doe ik met liefde. Maar dat is niet handig, hè? Mijn collega Rea heeft er ook al 3 naar hun moeder teruggebracht. Dus even een oproep aan alle ouders. Hou uw kinderen in de gaten, want wij willen ze niet. Nee, we vinden ze heel lief, maar we willen ze niet. Lieve Krooswijkertjes, wat is ze gezellig, hè, hier? Knopje van op, hè? Ja? Maar ben jij zijn vader dan? Nee, toch? Anders kan je hem wel naar mij brengen. Daar weet ik dan wel weer raad mee. Zeg, maar dat zei... ik zei het niet hardop. Nee, mijn moeder is er ook. MCJR en The Acquisition. Niet om het een of het ander. Ze komen niet uit Krooswijk, maar dat vinden wij niet erg. Ze hebben meegedaan aan de grote prijs voor Rotterdam. En die hebben ze gewonnen. En dat niet alleen. Ze kregen ook nog eens de publieksprijs. Dus misschien dat ze de publieksprijs van Camping Krooswijk ook wel kunnen winnen. Wat denken jullie? Hey, je staat in een boksring of je staat er niet. Dames en heren, het is niet heel eenvoudig in één hokje te plaatsen wat deze heren doen. Want als ik het moet geloven, dan is alles wat goed is, proberen zij dan weer samen te smelten. Want ja, aan één smaak heb je niet genoeg. Nou, zit je dan goed in Rotterdam of niet? Dames en heren, mag ik een daverend applaus voor de winnaars van de Grote Prijs van Rotterdam en de publieksprijs van de Grote Prijs van Rotterdam. MCGR and The Acquisition! Jawel. Verslag van de reis naar onbekend terrein. Vraagtekens op elkaar, daar waar geen mens overwinnen kan of opstaan. Te veroveren territoria's, uncharted waters. Requesten, zoektocht en zie zo vinden zal je. Nee zeggen zul je vaak tegenkomen, oppervlakkig met een ander doel gehouden voor ogen. Dat is een woord voor de kop, geen blad voor de mond. Het komt als het komt, ja het komt als het komt. Soms 2 of 3 keer erom en toch kom je rond. Stapvoetsgewijs met standvastigheid. Neem oneindige omleidingen. Vergelijkingen met opleidingen. Papier de meest belangrijke troef. En wordt behaald door die beste tot het einddoel. Kijk, proef mee van de snacks ingepakt van onderweg. De smaak te pakken van kilometers maken. Afstanden worden overbrugd hier. Kompas, als de kompas komt en de wind zucht niet. De zon helpt, dan zie je de lucht niet. Koers peilen naar Bon Voyage, je moet niet vergeten de eten. Sjoelen in de sjoelbak van het leven. Een goede reis maakt de eindbestemming beter. Ja, we gaan op reis en neem mee. Ze leven even niet als een chick die ligt langs de kant van de weg. Dat is een blind date. Ze is vrij liefde en waarheid, mijn steeds. Vanaf nu is het my way door de highway. Een journey to the other side, no one knows. Het gras is daar altijd groener als je dat gelooft. Je komt niet vooruit als je net loopt in je schoenen loopt. But we here now, we blijven open. Forever and ever, nooit meer de weg kwijt. Dat jij niet hier was, gaat niemand kunnen zeggen. De weg was lang onderhand, verlof van de ogen. Stappen in het zand, stap uit de trim in de drop. Zeg uit, ga gas, altijd is de klas. Tijdreizigers vertraagd als treinreizigers. Hey, we zijn er. Weet de wat later dan nooit niet komen. Wat hun daar doet, weet ik ook niet komen. Maar we here now, we blijven ook. Forever and ever. Nooit meer de weg kwijt. Dat jij hier niet was, gaat niemand kunnen zeggen. Elke stap is 1 in de richting van de ijzie. Kwestie voor natuurlijke selectie. Memories gebrand op een netvlies. Zelfreflectie, dan kijk alles buiten jezelf als astrale projectie. Naar de finish met een one-way ticket. Geen weg terug, maar homie, we did it. Ja, we here now. We blijven ook, forever and ever. Dat jullie niet hier waren, gaat niemand kunnen zeggen. Dank jullie wel. We will be here forever. Do you understand?